De cultuurorganisatie NAX zal voor de tweede keer de Criollo Wiki organiseren. Het doel van deze week is om in het kader van de herdenking van de afschaffing van de slavernij verschillende Afro-Surinaamse evenementen in één periode te organiseren. Volgens Sherida Mormon, lid van de werkgroep Criollo Wiki, moet dit een jaarlijks terugkerend evenement worden. Mormon vertelt verder wat de bedoeling van deze week is. En die wiki staat niet alleen niet voor week, hè? Voor wake up. We need to wake up. We need to get together. We need to... wij moeten gaan bundelen om een aantal dingen voor onszelf neer te zetten. Hè? Saamhorigheid moeten we tonen. Maar tegelijkertijd zijn er... laat me er dit ervan zeggen. Gewoon puur zakelijk en economisch is het goed dat... al de verschillende organisaties die er zijn, die verschillende activiteiten hebben, dat ze zeggen van, hé, luister nou, ik heb zo'n activiteit op zo'n dag, ik heb een activiteit op zo'n dag. Als je nou bij elkaar komt en je hebt één activiteitenkalender, bespaar je. Dus gewoon puur zakelijk, bespaar je. Dus je gaat kosten drukken. Een gezamenlijke promo, sta je sterker. Wanneer je zegt dat je deze periode... gaat branden naar buiten toe, internationaal, sta je sterker. Volgens Daryl Geldorp, artistiek leider van NAX, is bij zo'n Criollo Wiki het cultureel erfgoed belangrijk. Dat is iets waar UNESCO heel op aandringt. Dat wij als Afro-Surinamers, maar ook de andere extra groepen, doen aan cultuurbehoud. Erfgoed, culture, heritage behouden. Dat is ook belangrijk. Sherida gaf ook aan van toeristen. Ik moet even snel aangeven, ik was in januari in Amerika bij een conference about black dance, of black in dance. En we mochten als, waren twee nachtleden, en we mochten als Afro-Surinamers vertellen over onze cultuur. Er was een lecture over Afro-Surinamse dans en ik deed een masterclass workshop. Ik moet niet zeggen, ik heb hem verteld over de Criollo Wiki en mensen wilden haar boeken. Ze vroegen af van wanneer kunnen we komen. En we zeggen, maar wacht even, nou, laten we even alles, weet je, en we put it into place, dan pas kunt u komen. Weet je? Dus er zijn al mensen, en vooral in Amerika, Afro-Amerikanen, die willen weten over onze cultuur. Want ze zeggen zelf, ze hebben geen cultuur. Wat ze hebben is puur westers, maar het African diaspora zoeken daarna. Dus er is potentie voor toerisme bij de Criollo Wiki. Dan kom ik naar de activiteiten die we voor nu al hebben gepland. Vanuit nachts hebben we op 26 mei is de open droom. Er is dan zo'n openingsceremonie voor de Criollo Wiki. Elk jaar, of ja, het tweede jaar, is de openingsceremonie. Dat was Daryl Geldorp, artistiek leider van de cultuurorganisatie NAX. Hij sprak afgelopen zaterdag over de Criollo Wiki, een Afro-Surinaamse evenementenperiode in het kader van de herdenking van de afschaffing van de slavernij.